Het is vroeg. Nou, vroeg. 7 uur, eigenlijk wel best wel laat. Het zonnetje komt lekker op. We gaan weer vissen. We gaan lekker kijken of we knollen kunnen harken, om het zo maar te noemen. En even wat visjes vangen. Hartstikke leuk hier, mooi water. Geen grote vis, maar wel leuk. De bedoeling is dat ik bij het eiland en naast het eiland met trouwvits ga vissen. Trouwvitbolies. Die heb ik net gevoerd, even een paar handen vol verspreid. Dan ga ik rustig opbouwen en hopen dat er al een visje gaat azen. Dat is Brett Fishing. Brett geeft me altijd een pak slaag met vissen. Ik verlies altijd van hem. Maar vandaag niet. Vandaag ga ik Brett inmaken. Verder zitten daar Peppy en Kokkie met een kampvuur. En kampvuurtje daar. En die varen uit met een boot langs de takken. 150 meter ver. Die verspelen vis in de takken. Ja, dat is wel losers, toch? Ik bedoel, interesseert ze allemaal geen reet. Maar goed, daar gaat het niet om. We gaan lekker vissen. Ik ga even de hele bende tevoorschijn toveren. En ik zie jullie zo. Poep! Het is vrij rustig, je ziet wel een beetje vis, dus even wat gesookte bolies bijvoeren. Het zijn trouwvetbolies, dus ik ben heel lang mee, link staat in de omschrijving. Die heb ik gesookt met een vissoak, stinkt enorm, en daarna lekker nagesookt met een stikmix met vismeel, squid, green-lipped mussel, trouwvet, dit zakje. Die ga ik even een beetje een paar handjes bijvoeren. Dat is lekker attractief, lekker een wolkje op het stek. En hoop dat het een beetje gaan azen. Want je ziet af en toe wel een visje, maar het is niks. Het enige nadeel is, super ranzig natuurlijk. Dus alles gaat helemaal onder zitten. De werppijp komt er vol te zitten met die troep. Maar ja, in je handen. Ja, daar moeten we wat voor over hebben, toch? Kijk, zo moet het dus niet. Ja, gaat top man. Take two. Visje en dus we gaan verkassen, we gaan naar ander water, want dit is kut. En ik weet niet om aantallen te vangen. Het is een paar keer al slecht op dit water. Ik weet niet waarom, wat er aan de hand is. Vorig jaar ving ik gewoon makkelijk 5-6 visjes en ook leuke vissen, maar nu
nog een ruk. Dus we gaan die zooi allemaal inpakken. Ja, op zon. En wegwezen. Dus tot zo. Nou, stek nummer 2. Er zitten 20 minuutjes. Brep het met een losser in de riet. En bij mij gaat mijn chutje af. Ik heb een mooi hoekje gevonden in de schaduw, want het zonnetje schijnt. Het is best een helder water. En pat. Daar gaat hij. Dat is altijd geen reus, maar het is er wel. Lekker sterk hier. We zijn trouwens weer op hetzelfde watertje als waar ik van de week was. Het filmpje zie je daar of daar. Ik weet niet waar ze ervoor gaan komen. Maar ja, leuk. Hartstikke mooi, rare plek op zijn kop, maar ja, ik ben hartstikke blij mee. Ik heb toch de sessie gered, vakassen loont dus, weet je. Zit je op een water waar je beet verwacht en je krijgt een beet, vakassen gewoon is, weet je, probeer het even. En, je ziet het, hartstikke mooie vis. Mooie kleur, mooi donker. Even terugzetten en dan ga ik even zien hoe ik het gedaan heb. Brett vangt ook gewoon een mooie vis. Echt een paar minuten na die van mij. Iets groter, dus hij heeft weer gemaakt. Altijd toch? Oh, mooie vis. Prachtig. Gaan we hem terugzetten. Zie. Onder het kantje ga ik een handje banenvietkruimels, die ik van de week zelf gemaakt heb. Die ga ik daar in de schaduw. En daarop een chotje met een... Daarop gaat een chotje met een roze waste-out kleur squid en cray. Ja, want het werkt. Brett had hem op de trouwfit. Dus ja, eigenlijk weet ik alles hier wel. Dus ik kan er even uitgooien, want die komt straks een van de run door het water heen. En werd helemaal gekkigheid. Dus dan wil ik wegwezen, want ik wil rust. En we hebben misschien nog een kwartiertje, dus snel even ingooien. Yo. Nou, beste vriendjes, we gaan opruimen. Tenminste, ik ga hem afsluiten. Hierachter is een evenement. Het draait allemaal hele bekende muziek. Het nadeel van bekende muziek is dat daar copyright en dat ze het alleen op zit. Dus als ik dat op de achtergrond hoor, dan krijg ik een copyright schending. Sluit ook even bij deze video af. Dat is Brett. Brett sluit af. We zitten hier als een stel halve debielen in een park. Maar ja, jongens, bedankt voor het kijken. En tot ziens. Boop.